Zometeen hier in het gemeentehuis van Boksel de persconferentie over de knokpartij op de markt in Boksel, jongstleden zaterdag op zondag. Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat jullie hier vanavond zijn om toch even een update te krijgen wat er dus afgelopen weekend is gebeurd hier in Boksel. Het is een stevig incident geweest op de markt. Ik heb aangegeven dat dat onacceptabel vindt wat daar gebeurd is. En dat de politie de nodige ruimte moet krijgen om ook om het onderzoek te doen. Die eerste bevindingen daarvan die zijn inmiddels bekend en heb ik aangehoord, zonder dat het onderzoek op dit moment al afgerond is. Er moet nog het nodige gebeuren. Recherchewerk kost tijd en zal ook beelden uitlezen en dat soort zaken. Dat kost toch even wat tijd. Op basis van de camerabeelden en de eerste recherchewerk zijn een aantal mensen geïdentificeerd, is aangehouden in de zin van wij weten dan wie ze zijn zonder dat ze al aangehouden zijn. Het zijn verdachten op dit moment nog. Even over teruggaande op die nacht van de afgelopen weekend zijn er wel degelijk dingen aangekondigd via sociale media waar de politie adequaat op ingegrepen heeft. Ik vind de politie trouwens alle lof verdienen ook. Die hebben het goed gehandeld en ook de horeca heeft heel goed gehandeld in deze samen opgetrokken. Die signalen, zonder dat ik dat verder nu ga duiden, want dan ga ik het onderzoek te veel belasten. Die signalen, daar heeft de politie wel degelijk alert op ingespeeld. En het nodige gedaan zoals ik het nu kan beoordelen. Ik heb termen gezien, ook in landelijke media, van een veldslagen en zo. Dat soort termen zou ik zeker niet in de mond willen nemen. Het is een incident geweest wat heel nadrukkelijk ook een effect heeft gehad. Maar om dat te spreken over veldslagen, dat gaat me echt te ver. Dat zijn ook niet de eerste signalen die ik gekregen heb van politie en van horeca. Wat is nu het vervolg? Hè? Je mag aannemen dat we daar met politie en ook in afstemming met de officier van justitie ook de nodige maatregelen en scenario's ook aangegeven hebben. Hoe gaan we het verder ook komend weekend bijvoorbeeld en de weekenden daarna oppakken. En daar mag je van overtuigd zijn dat we daar goed in voorbereid zijn en dat we de nodige maatregelen indachtig hebben. Ja? Oké. Okay. Ja, dankjewel.